Ja, dit is toch wel de plek waar ze veel van corona merkten dit jaar. Het ziekenhuis. Het hele jaar lagen hier eigenlijk wel coronapatiënten. Hey Joas, jouw ouders werken hier in het ziekenhuis, toch? Ja, mijn vader die is hier zeeverpleegkundige en mijn moeder die doet hier eigenlijk van alles. Welkom in de bus. Ga lekker zitten. Wat is het nou druk voor je ouders? Ze hebben wel heel druk gehad. Beetje chocolademelk? Jij wil ook een glaasje of niet? Een beetje. Ik wou ook wel wat. Op een gegeven moment moest mijn vader 12 uur diensten gaan draaien. En toen kwam hij echt alleen thuis om te slapen en om te eten. Weet je nog hoe het jaar begon? Ja. Zullen we er even naar kijken? Kunnen jullie mij goed zien? Zijn er nog vragen? Ogenblikje hoor, ik moet het even openen. Het loopt een beetje moeizaam lijkt wel. Ja, dat altijd. Het is gewoon wat saaier, maar ik spreek na schooltijd wel gewoon af. Voor kinderen is het natuurlijk het allerbeste dat ze gewoon weer naar school kunnen gaan. Ja, hoe heb jij dat thuiswerken allemaal beleefd? Nou, dat vond ik best wel lastig. Omdat je zeg maar moeilijk even een vraag kon stellen. Want je zit met heel veel kinderen erin en je moet op mute staan. Er ging nog meer niet door, hè? Zullen we daar even naar kijken? Ik kon al lange tijdje niet iets doen met de klas en school. En nu wel. Ja, heb jij van dit soort uitjes gemist? Ja, heel erg. Ja, want ik met de klas zijn er best wel wat uitjes afgeblazen. En ik ben best wel achtbaanfan, dus dat was best wel jammer. Hey, en sporten? Sporten, ja. Ik doe aan korfbal. En toen uiteindelijk mochten de trainingen weer. Iedereen vond het heel leuk om weer terug te zijn. Maar iedereen merkte wel dat het echt wel had gedaan met hoe we speelden en zo. De eerste coronaprik werd ook dit jaar gezet. Deed het pijn? Nee, totaal niet. Nee. Helemaal niet. Komt-ie. Yes. Nou, fantastisch. Hoe kijk jij daarnaar, die eerste coronavaccinaties? Ik had een heel bevrijdend gevoel. Zelf ben ik ook volledig gevaccineerd. Ik heb er zelf voor gekozen, want ik wilde heel graag de vrijheid een beetje terug. Speelt er dan ook mee dat je ouders in het ziekenhuis werken? Ja, dat speelt ook wel mee, want ik hoor daar ook verhalen van. En dan denk ik ook, dat wil ik niet dat het mij dat overkomt of dat ik dat anderen aandoe. Nu zijn er best wel weer veel besmettingen, hè? Ja. Merken je ouders dat ook? Ik merk het niet zoveel aan mijn ouders, maar de eerste en de tweede golf die gingen wel. Dat was wel best wel zwaar voor het gezin en zo. Ik zat te denken, jouw ouders hebben misschien wel een bedankje verdiend na dit jaar. Dus ik heb deze prachtige bosbloemen. En ik heb een kaartje meegenomen. Misschien kunnen we wat voor ze schrijven. Jawel. Zijn dat je ouders? Ja. Toch tijd in alle drukte om even naar buiten te komen. Ja. Lieve papa en mama, ik ben heel erg trots op jullie en blij dat jullie dit voor al die mensen doen. Dankjewel. Dankjewel, Rekoen. Kunnen jullie uitdelen op de afdeling? Ja, dankjewel. En dan ga ik er weer vandoor. Doei.